Heel veel dank dat je vandaag het spreekuur wil houden, zoals dat zo mooi heet, online. We hebben al, wat ik al zei, heel veel vragen binnengekregen. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, als eerste vraag van mijn kant dan: wat is nou precies een zwangerschapsfolie? Nou ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar wat doet een zwangerschapsfolie? En ook, je geeft al ook aan dat zowel vrouwen als mannen daar welkom zijn. Nou, je wil gezamenlijk een kind. Maar spelen er ook aspecten voor mannen wellicht een rol? Nou, dank je Menne ook, en Cindy voor de uitnodiging om hier deel te komen nemen aan het online spreekuur. Erg leuk initiatief. Nou ja, Menne zei al, ik werk in het UMCG als maagdarmleefarts en heb sinds 2017 een speciale zwangerschapspolie opgezet. Daarin is Groningen niet het enige centra. Er zijn meerdere centra die zo'n speciale poli hebben. En hoe ik het heb ingericht, is dat ik 1 keer per 2 weken een middag spreekuur doe op het zwangerencentrum. En dat naast mij een gynaecoloog spreekuur doet. En dat wij patiënten zowel met een zwangerschapswens als begeleiding in de zwangerschap, als kortdurend na de bevalling daar zien. En dan. Ze hebben soms consulten dat ze eerst mij zien en dan de gynaecoloog. En soms moeten we ook even sparren samen. En dat is heel makkelijk als je zo dicht bij elkaar zit. En dan hou je de lijntjes kort. En ik zie zo'n 40 patiënten per jaar. En daar zitten inderdaad ook wat mannen bij. Want ook die zijn belangrijk. En dan zijn met name mannen die zelf Crohn of colitis hebben. En we hebben steeds meer nieuwe medicatie op de markt. En daar komen nog wel eens vraagstellingen van: mag ik hiermee mijn vrouw zwanger maken? Of heb ik ook risico's? Zit een verminderde fertiliteit aan? Dat zijn items die we dan bespreken. En nou ja, wat we zelf in de regio Noordoost hebben gedaan, we hebben nu een netwerk opgezet. Dat reikt van Enschede, Zwolle tot aan Leeuwarden. En dat heet IBD Noord. En daar willen we steeds meer in gaan samenwerken. En als eerste hebben we het zorgpad IBD en zwangerschap, of kinderwens, hoe je het ook wil noemen, daarin opgenomen. En hebben we eigenlijk een heel protocol geschreven, zodat elke zwangere in de regio dezelfde zorg krijgt. En ook daarin beschreven van: goh, welke zwangeren horen dan eigenlijk in de academie thuis? Welke moet ik zien? En ja, dat werkt heel erg goed tot op heden. En het is Mooi. ook echt leuk om te doen. En daar komt het eigenlijk op neer dat jullie een zorgpad hebben geformuleerd of gemaakt, waarbij in bijzondere gevallen, als ik het zo mag formuleren, het wellicht verstandig is om naar de academisch ziekenhuis te gaan, in plaats van het ziekenhuis, de perifere ziekenhuis, bij jou in de buurt, om het maar even zo te Maar het zeggen. doel was juist dat eigenlijk iedereen op zijn eigen plek kan blijven. Ja, oké. Okay. Zodat iedereen op dezelfde plek dezelfde zorg krijgt. Oké, okay, ja. En hè, dus met name dat je het allemaal op dezelfde manier doet. En daar hebben we ook aangegeven dat het handig is dat 1 of 2, liefst 2, want 1 is natuurlijk geen. Als ik uitval, is het eigenlijk wel belangrijk dat er backup is. MDL-artsen zich toeleggen op dit stukje zwangerschap. En dat daar ook een gynaecoloog bij hoort die daarbij het aanspreekpunt is. En bij ons in het team zit eigenlijk ook nog een chirurg. Die benader ik vrij veel, met name als we vragen hebben rondom fistels en bevallen. En dan kijken we samen naar de scan. We zien ook wel samen patiënten met de chirurg. En als je het hebt over Noord, dat is denk ik een hele brede regio. Dat is Zwolle, Enschede, Assen, Leeuwarden, Groningen en alles wat daartussen zit, als ik het zo mag zeggen. Ja, en die zijn allemaal vertegenwoordigd. Alle ziekenhuizen doen mee. En dat is erg leuk. We komen 4 keer per jaar bij elkaar. En we hebben nu een schil aan MDL-artsen. Maar we zijn nu bezig met de chirurgen, dat ze ook een netwerk vormen met elkaar. Hè, dat je ook gewoon afspraken kan maken. Wat doen we waar? En een psycholoog en een diëtistennetwerk is ook al heel actief. Oké, okay, dankjewel. Wat ik al zei, we gaan een aantal vragen die al aan ons voorgelegd zijn, wil ik graag met jou doornemen. En nogmaals, een uitnodiging voor jullie als er een verduidelijkende vraag moet komen of je zou nog wat meer toelichting willen, zet het gerust in de chat.
Ik lees een vraag voor en dat is medicijnen. En je moet maar meteen aangeven of alle aannames goed zijn, Marijn. Medicijnen zijn niet schadelijk voor het kindje tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Toch hoor je dat je vaak doorverwezen moet worden naar een gynaecoloog. Waarom kun je dan niet bij een verloskundige blijven? Zijn er andere dingen waar ik rekening mee moet houden? Bijvoorbeeld minder zwangerschap, minder snel zwanger worden en bijvoorbeeld miskramen. Maar klopt het inderdaad dat je dat medicijnen niet schadelijk zijn voor het kindje tijdens zwangerschap of de borstvoeding? Ja. Nou, wat heel erg belangrijk is, als je zwanger wil worden, je hebt de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, dat de ziekte rustig is. En daar houden we een half jaar aan. En ik doe dan een soort, geef ook aan een soort groen licht. Van, nou ja, nu is alles op orde. En dat doe ik dus een gesprek voor de zwangerschap, we noemen dat een preconceptie. Dan kijken we dus van naar een aantal zaken. Dat spreekuur van is je ziekte rustig? Want dat is het belangrijkste. Want met actieve ziekte is de miskraam kans verhoogd. Ook actief, dan is ook een verhoogde kans voor actieve ziekte tijdens de zwangerschap. En dat geeft weer gevaren met vroeggeboorte of de kleine kinderen. Dus dat geven we aan. En daarin bespreken we dan tijdens het spreekuur ook de medicatie. Maar ook roken, drugsgebruik, borstvoeding, manier van bevallen en nou ja, wat je zelf nog kan doen, maar ook een stukje erfelijkheid. Als je vraagt van moet dat echt in het ziekenhuis? Ja, er zijn afspraken tussen de gynaecoloog en de verloskundige dat alle zwangere vrouwen met medicatie in het ziekenhuis bevallen. En dat is een richtlijn of een protocol die wordt gehanteerd. Ja, en we zijn dan wel heel erg bezig met de omgeving van goh, kunnen vrouwen ook meestal zien? Niet bij de verloskundige terecht, want ja, dat wordt veel gebruikt en is een heel laagdrempelig medicijn. En dat haalt ook de druk op de ziekenhuizen wat af. En ja, we zien eigenlijk geen problemen. Als je dan praat over is het schadelijk voor de baby, dan hebben we dan gewoon een lijst met medicatie wat veilig is. Nou, en we hebben wat middelen. Wat nieuwere middelen zoals vedolizumab, ustekinumab, daar is nog wat minder gegevens over, maar daar komt steeds meer data over bekend dat dat ook veilig kan. En dan heb je nog weer een groep helemaal nieuwe middelen met een jakremmer en daar is het bijvoorbeeld niet mogelijk. Een ander middel is methotrexaat, Oké. wat problemen geeft. En dat geldt zowel voor laten we zeggen, nog het ongeboren kind, of geldt het ook voor borstvoedingen? Ja, we hebben een tabel waarin twee kolommen zijn tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. En wat je ziet is eigenlijk, toen op een gegeven moment gaven we vedolizumab wel in de zwangerschap, maar dan durfden we nog, dat was borstvoeding misschien nog niet mogelijk, was nog niet veilig afgegeven, maar inmiddels ook wel. Dus zo hebben we twee kolommen naast elkaar. Wat mag qua medicament in de zwangerschap en wat mag qua borstvoeding? En ook eigenlijk met borstvoeding mag bijna alles, want wat we toch wel aanhouden en een studie is bewezen, dat het kleine beetje van medicatie wat in de borstvoeding zou komen, is eigenlijk, weegt niet op tegen de gezondheidsvoordelen van het geven van borstvoeding. Duidelijk. Iemand zegt, ik heb zelf de ziekte van Crohn. Hoe groot is die kans dat ik het doorgeef? En daarbij wordt ook gezegd, en is Crohn een gen wellicht wat doorgegeven wordt? En dat eventueel via een PIG, en dat is een pre-implementatie, genetische test, gestopt zou kunnen worden. Ja. Zeker een goede vraag. Crohn is een ziekte waar genetica wel een rol speelt, maar het is niet een één-op-één fenomeen. Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op het ontstaan van Crohn. Dat wil zeggen dat het ook omgevingsfactoren, samenstelling van je darmbacteriën, onder andere invloed hebben op je immuunsysteem. En die kunnen een soort reactie opgeven. En als je dan ook nog eens genetisch gevoelig daarvoor ben, nou, dan kun je ziekte van Crohn ontwikkelen. Maar er is niet één gen ontdekt, maar wel meer dan 240 genen die betrokken zijn bij de ziekte van Crohn. We zien wel dat het soms in families voorkomt, maar dat dat zeker niet zo hoeft te zijn. Even terugkerend op jouw vorige vragen over de tabel. Nou, daar krijgen we natuurlijk meteen een vraag over. Dat kan ik me helemaal voorstellen.
Is die tabel ergens te vinden, wordt er gevraagd. Ja, volgens mij overal. Ja, Overal. ik denk zelf, ik heb het nu niet even gecheckt voor dit spreekuur, maar kijk ook even op de website van Chronicles.nl. Daar is ook een hele aparte pagina over kinderwens en zwangerschap. We zullen dat sowieso nog even checken of dat geüpdate moet worden of misschien wel duidelijker moet worden verwoord. En Inmiddels ik denk. gevonden, Menne. Hij zit in de brochure medicijnen. En hij zit, dus dit is mijn collega Cindy op de achtergrond. En in de brochure medicijnen, zoals jullie horen, staat dit ook opgenomen. Dankjewel. Een vraag nog even over de borstvoeding. Dit is een vraag die binnengekomen is net. Hoe lang kun je borstvoeding geven met medicatie, bijvoorbeeld infliximab? Men zei dat ik na 6 maanden moet stoppen met borstvoeding, omdat mijn dochter op 1 jaar een levend vaccin zal krijgen. Mazelen, bof of rubella. Nou, je hebt zeg maar, volgens mij is het eerste levensvaccin, dacht ik, bij 15 maanden in het reisvaccinatieprogramma. Maar dat verandert nog wel eens. Maar dat is niet wat ik aanhoud in ieder geval. Want het wel zo is, we onderraden het geven van levende vaccins als je dus alweer onderdrukte medicijnen zoals infliximab heb gebruikt in de zwangerschap. En dan heeft de baby daar wat van meegekregen. Dan houden we dat half jaar aan van na de geboorte dat je geen levend vaccin mag geven. Nou is het zo dat in de borstvoeding mogelijk een klein beetje spiegel zit. Maar dat is lang niet de spiegel die je hebt na de geboorte. Dat half jaar is zeker niet nodig. Als ik zoiets heb, dan maak ik samen met de kinderarts een plan hoe we dat eigenlijk doen. Hey, je kunt ook nog overwegen om een spiegel te meten, natuurlijk bij de baby. Maar je kunt dat wel iets korter van tevoren dan staken. En waarschijnlijk, ik heb het al eens een keer besproken met de kinderarts, ja, dat risico, als je het heel klein beetje doet, dat is waarschijnlijk zo laag dat het niet eens hoeft. Maar men weet dat ook niet precies. He, dus nou ja, dan zal je moeten overwegen of je gaat het meten. Dan moet je echt even een gericht plannetje voor maken. Maar zeer waarschijnlijk maakt het eigenlijk niets uit. Wat is de ervaring van een fertiliteitstraject in combinatie met infliximab en azathioprine? En wat is überhaupt de ervaring van een dergelijk traject in combinatie met de ziekte van Crohn? Kun je daar iets over vertellen? Nou. Het is wel een hele interessante vraag, want die heb ik mezelf ook wel vaker gesteld van, goh, kan dat allemaal? Wat is er mogelijk? En hoe vaak gebeurt het? En je ziet eigenlijk dat de data en de literatuur daar toch wat beperkt over is. En de gegevens die er zijn, zie je dat er een hele heterogene groep is. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat je heel veel verschillende soorten patiënten hebben verschillende soorten leeftijden, verschillende soorten medicamenten, waardoor je dat heel moeilijk kan poelen om te zeggen van hey, dit komt eruit of dat komt eruit. Maar mijn ervaring is dat het eigenlijk gewoon heel goed mogelijk is, zo'n fertiliteitstraject. En we zijn nu. Ik begeleid een promovendus. Dat wil zeggen dat dat is een arts-onderzoeker die onderzoek doet speciaal naar IBD en zwangerschap. En we zijn een aantal projecten aan het doen. Nou, één die we net klaar hebben is bevallen met een stoma. Zo heel interessant. Maar wat we ook doen is dat we eigenlijk een hele grote bulk data van zowel UMCG als Radboud als het Erasmus hebben genomen. En daar zitten wel 1000 zwangerschappen in. En daar hebben we bijvoorbeeld die getallen van die fertiliteitstrajecten ook in. En we zijn op dit moment analyses daarop aan het doen. Dat is de vraag die denk ik ook wel is, heb ik dan een verhoogde kans dat ik in zo'n traject kom? Nou, in principe als je ziekte in remissie is, dus in rustig vaarwater, heb je hetzelfde kans om zwanger te worden als iemand zonder de ziekte. Ben je vaak geopereerd?
Heb je veel littekenweefsel of is het vlakbij de eierstok geweest? Ja, dan nemen die kansen wel, zijn ze wel iets lager. Maar anderzijds is het goed mogelijk. Oké. En je gaf al aan, hè, de ziekte moet in remissie zijn. Dat adviseer je sowieso om, voordat je zwanger wordt. Dat is een van de vragen die ook van tevoren is gesteld, is dat pijnvrij? Of ga je echt kijken of er sprake is van remissie dat door een endoscopie dat er geen ontstekingen zichtbaar zijn? Ja, het gaat dan echt om de ziekteactiviteit. Ja. Oké. En niet Okay. zozeer de pijn. Ja, en wat gebeurt er als er tijdens een zwangerschap een opvlamming is? Daar zal niet één recept voor zijn, maar hoe wordt dan iemand begeleid? Nou, het belangrijke is dat je het dus wel behandelt. Want een baby kan alleen maar goed groeien in een gezonde moeder. Of in ieder geval zo min mogelijk ziekteactiviteit. Dus dan geven we vaak toch prednison. Ik heb nu ook zeker het laatste jaar een aantal patiënten die ik in de zwangerschap toch ook infliximab heb opgestart. Oké. Okay. En de antwoorden die je geeft, heeft dat zowel betrekking op mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa? Is dat? Ja, oké. Okay. En wat we zien is dat vrouwen met de ziekte van Crohn, als ze zwanger zijn, zich eigenlijk een stuk beter voelen dan zonder dat ze zwanger zijn. Zeg ik wel eens, ik wil mijn hele leven wel zwanger zijn. En bij colitis ulcerosa is die opvlammingsrisico ietsje hoger. Maar ik zie gewoon heel vaak dat het gewoon, als ze helemaal rustig zijn, dat het echt gewoon heel erg goed gaat. Oké. Okay. En heeft überhaupt colitis ulcerosa invloed op de vruchtbaarheid? Bijvoorbeeld, is het lastiger om zwanger te worden met colitis ulcerosa? Nee, niet als de ziekte rustig is en niet Niet als de geopereerd ziekte rustig. bent, dan is de kans hetzelfde. Ja. Oké. Okay. Dus dat is echt iets waar jullie heel sterk op letten. Of nou, streng op zijn klinkt wel streng, maar. Die ziekte moet in remissie zijn. Ja. Zeker. Dan een vraag. Mijn partner heeft de ziekte van Crohn en krijgt 1 keer in de 6 weken infliximab. Ik heb zelf colitis en gebruik azathioprine en zalovalgranulaat. Daarnaast gebruik ik een sulfiet of sulfaat voor gewrichtspijn. Is de kans groter dat ons eventuele kind ook IBD krijgt? Dat is eigenlijk al kort aangestipt, maar. In dit geval hebben beide ouders IBD. Ja. En kan het zijn dat onze vruchtbaarheid beperkter is? We hebben namelijk wel een kinderwens, maar weten nog niet zo goed waar we rekening mee moeten houden. Ik zelf ben 31 en mijn partner is 29. Nou, dat is natuurlijk een goede vraag. Het is wel zo dat inderdaad, als je beide ouders IBD hebben, dan gaat het risico wel omhoog. Ik moet zeggen dat die getallen een beetje wisselen in de literatuur, maar die wisselen tussen de 10 en de 30%. Maar ook dus een heel grote kans dat je kind ziekte niet krijgt. En anders, hè, met één partner, als je één van de twee het heeft, is het 3 tot 4%. En je hebt het net ook al even aangestipt. Ik heb een darmoperatie gehad. Heeft dit uiteindelijk invloed op een eventuele zwangerschap? Nou, Ja. ja. Nou, bij veel en grote operaties in het kleine bekken, dan kan dat wel invloed hebben. Maar wat we zien is dat steeds meer operaties gebeuren laparoscopisch, dus met van die pinnen. En dat het daar eigenlijk risico heel erg beperkt op is. We hebben best veel mensen met colitis ulcerosa die bijvoorbeeld een subtotale colectomie hebben gehad. Dus die het grootste deel van hun dikke darm kwijt zijn en een stoma hebben. Nou, volgens mij is daar ongeveer geen beperking in het fertiliteitsrisico. Nee, oké. Iemand zegt, ik ga over van Stelaren op de vedolizumab en gebruik nu ook budesonide. We willen graag zwanger worden, maar onze arts zegt, wacht tot je 6 maanden in remissie bent. Nou, dan komt de bekende 6 maanden weer. Eind deze week word ik 37 en ik ben bang dat ik daardoor te laat ben om kinderen te krijgen, aangezien mijn opvlamming al 3 jaar niet onder controle is. Is die 6 maanden echt aan te raden? Of eventueel is eitjesinvriezen een optie. Ja, die 6 maanden is wel aan te raden. Maar
Ik moet zeggen dat ik heel eerlijk, maar dat ligt echt aan. Dat kun je niet zo zeggen zonder dat ik het hele dossier Nee, begrijp ik. ken. Maar als iemand bijvoorbeeld alleen een proctitis heeft, of alleen, hè, dus alleen het laatste keer dikke darm, ja, dan zeg ik ook wel eens iets eerder van: nou, wacht niet te lang. Dus dat kijken we per patiënt. Maar het is wel, ik snap dat het wel vindt, is dus al 3 jaar onrustig is, dat je dan moeilijk het goede moment kan timen. En eicel invriezen, dat is altijd te bespreken. En dat is te bespreken in elk ziekenhuis ook, Marijn? Ja, volgens mij wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze vraag nog niet eerder heb gehad. En die zal ik ook doorsturen dan naar de gynaecoloog naast mij. Maar volgens mij moet dat zeker mogelijk zijn. Dat kan namelijk bij elke vrouw dus. Ja, en misschien aardig als je dat terug wil koppelen, want dan kunnen we daar ook op onze website nog iets korts over zeggen. Als daar enigszins een eenduidig antwoord op te geven is. Want je geeft al terecht aan. Sommige vragen zijn natuurlijk heel erg persoonlijk afhankelijk. En je kent niet het hele dossier. En dan is het niet altijd even makkelijk om heel gericht antwoord te geven. Ja. Maar als we wat meer algemene informatie kunnen geven over dit onderwerp, is het natuurlijk altijd mooi meegenomen. Ja. Ja, dat zou toch echt even met een gynaecoloog moeten bespreken. Ja, oké. Okay. Wij En kunnen eigenlijk dat. is dat ook het advies, denk ik, aan de vragensteller. Of de arts dat met de gynaecoloog wil bespreken. En Zo. ga zelf kritisch met de arts na, bespreek de zwangerschapswens nog eens. Oh, ja, hoe is dat mogelijk? En weet ook natuurlijk dat. Ja, dat kan ik ook niet zeggen. Een operatie natuurlijk ook altijd een goede optie is als de ziekte niet rustig wordt. Dat klinkt natuurlijk heel heftig, omdat het heel definitief is. Maar ik heb ook wel echt mensen daar hun leven mee zien terugkrijgen. Overweeg dat als alternatief. Oké. Dan, ik ben momenteel zwaar en gelukkig klachtenvrij. Wanneer zal je medisch moeten bevallen als je Crohn hebt? En hoe lang na bevalling kan er een opvlamming optreden? Ja. Nou ja, wat ik net al een beetje zei, is dat vrouwen met de ziekte van Crohn zich soms stukken beter voelen als ze zwanger zijn. Dat zal toch een hormonale invloed hebben. Het geldt overigens niet altijd hoor, maar het komt wel regelmatig voor. Na de bevalling zien we dat dat effect wat langer aanhoudt bij het geven van borstvoeding dan. Als je dat wat sneller stopt, dat is waarschijnlijk toch door die hormonale shifting. Ik zie de mensen meestal terug na 10 weken. Maar zo'n opvlamming, ja, dat kan ook wel eerder voorkomen. Maar zo rond die termijn, ook om dat te checken. En waarom zie ik eigenlijk mensen ook nog meer terug, is om het ook even te kijken hoe het mentaal gaat. Want ja, het hebben van chronicolitis kan invloed hebben ook op vermoeidheid. We weten heel erg dat vermoeidheid is natuurlijk het grootste klacht die altijd aangegeven wordt van ja, waar ik dokter ben zo vermoeid. En nou, dat is voor ons toch best moeilijk om dat wat mee te doen. Ja. Maar als je al wat vermoeider bent en je hebt een baby en er gebeurt natuurlijk een heleboel. Ook een beetje om te kijken hoe het goed gaat. En mentaal ook of je het een beetje trekt. Dus je zegt eigenlijk even los van of een opvlamming is. Je wil graag mensen na 10 weken zien, ook om dat mentale aspect te bespreken. Ja, en ik zie ook, nou ja, ik vond zelf, moet ik eerlijk zeggen, best wel pittig met zo'n baby. En ik vind het echt nou, dapper hoe heel veel van mijn patiënten daar toch heel goed bij zitten. Ja. Ja, oké. Ik ben zwanger en ik heb regelmatig een opvlamming onder in mijn darm. Daar heb je het ook al net even over aangestipt waar een opvlamming zit. Welke risico geeft dat aan bevallen? En is keizersnede dan echt het beste? Vraagteken. In principe kun je eigenlijk altijd vaginaal bevallen, dus eigenlijk op de natuurlijke manier. Er zijn een paar uitzonderingen en een daarvan is actieve fisteling. Dus een fistel is dus een gangetje bij het ziekte van Crohn van de darm naar de huid. En dan kijken we ook altijd wel even waar die locatie, waar die fistel precies zit. Of dat invloed heeft.
Een stoma kun je gewoon vaginaal mee bevallen, hoef je niet per se een keizersnede te hebben. En met de pouch neigen we ook naar een keizersnede. Het is een pouch, dan heb je hele dikke darm verwijderd, dan heb je een soort opvangzak. Dus de anus om de kringzieën te sparen, maar dat is ook niet in steen gebeiteld. Daar zou je ook vaginaal kunnen bevallen. Maar op zich, ziekteactiviteit alleen van de darmwand is voor mij geen reden voor een keizersnede. Nee. En iemand zegt, je gaf net al aan, als je een actieve fistel hebt, gaf je al aan, dan is het de vraag of je het moet doen. Maar iemand zegt, ik heb Crohn en een rustige fistel. Ik zou graag natuurlijk willen bevallen, maar toch wordt de keizersnee aangeraden. Heeft u positieve ervaringen met een rustige fistel en een natuurlijke bevalling? Ja, dat heb ik zeker. Maar wat ik zeg, ik kijk dan samen met de chirurg. Dan kijken we naar de laatste MRI-beelden. Doen we lichamelijk onderzoek. Kijken we waar zit de fistel. Ja, je hebt bepaalde mensen die heel vaak zijn geopereerd aan fistel en beschuivingsplastieken. En dat soort dingen hebben. Nou ja, dan zeggen we wel van nou, ik zou het niet doen om niet het risico te tarten. En dat gaat er eigenlijk altijd ook in overleg met de patiënt. Maar heb je één fistel die bijvoorbeeld aan de achterkant zit, ja, dan zijn wij geneigd om wel gewoon een vaginale bevalling te doen. Maar ook dit kan je eigenlijk niet zeggen zonder dat je het hele dossier, de plaatjes en de patiënt Nee, hebt begrijp ik. gezien. Maar dit is een beetje de algemene richtsnoer die wij gebruiken. Heb je het gevoel dat je er niet uitkomt, dat je dokter ja, vraagt dan om een second opinion? En dan, dat kan al, weet je, dat kan ook gewoon dat je vraagt of de dokter even belt met een dokter uit het andere centrum of die hetzelfde zou doen. Hè, dat Ja, hoeft niet altijd helemaal met een wachttijd naar de academie, maar soms kan ook gewoon even een belletje volstaan als we nou ja, de beelden kunnen zien of nou ja, daar kunnen we wel wat op verzinnen. En mogelijk in dit geval zou de vraagsteller ook kunnen vragen aan de arts: kan dit besproken worden met de chirurg? He, want je gaf zelf al aan: dit soort casussen bespreek jij vaak met een chirurg om te kijken waar de fistel zit en Ja, of die voldoende rustig is. maar ik heb dan ook wel in die zin de mazzel dat ik een heel erg betrokken chirurg heb. Vrouwtje Hogeboom zich helemaal toegelegd heeft op de fistels bij Crohn. En wij heel veel patiënten samen hebben en ook gezamenlijk zien. En ook wat onderzoek hebben gedaan naar bevallen met fistels. En we hebben gekeken naar de lange termijn effecten, of dat nou problemen gaf op de continentie. En hebben we een groep die gewoon vaginaal zijn bevallen, versus een groep die een keizersnede hebben gehad. En dan zien we eigenlijk dat we best wat meer naar gewoon vaginaal bevallen toe kunnen. Oké, nou, ik denk dat de vraagsteller voldoende richting heeft gekregen nu. Ik was verbaasd, dus een volgvraag, dat ik terwijl mijn Crohn in remissie was, Ascal moest gaan slikken. Niet meegestart overigens, maar ik vroeg me af in hoeverre hier onderzoek naar is gedaan of wordt gedaan. Is daar iets meer over te vertellen? Misschien even toelichten wat Ascal is voor iedereen. Ja, Ascal is zeg maar een bloedverdunner. En dat is iets wat vanuit de gynaecologen komt. Dat wil zeggen dat zij. Er is onderzoek gedaan naar auto-immuunziekte en zwanger zijn. Waaruit is gekomen dat als je Ascal geeft, dus een beperkte bloedverdunner, dat de groei van het kindje bevordert. Nou is het zo dat die onderzoeken IBD niet in meegenomen zijn. En ze hebben ook die discussie gevoerd met gynaecoloog van ja, moeten we dat nou wel doen, moeten we dat nou niet doen? Eerst was het heel erg in, deden we het bij iedereen. En zij hebben, de gynaecologen hebben een soort checklist, vragenlijst waar je ja, nee, en dan kan kijken van komt de patiënt wel of niet in aanmerking. Kijk, als Ascal is een NSAID's, dan wordt geadviseerd dat het NSAID's bij IBD te vermijden. Maar er is wel een publicatie gedaan binnen de IBD. Als ze dan Ascal geven in de zwangerschap, geeft dat ook meer opvlammingen? En dat antwoord is nee. Hè, dus het kan eigenlijk geen kwaad. Dus ik heb een heleboel patiënten die ook wel Ascal krijgen. En daar zie ik geen problemen van.
Oké, dus in die zin is er onderzoek naar gedaan. Je hebt positieve ervaringen daarmee, met de patiënten uit de Ja, maar richtvolgschema. die indicatie moet er natuurlijk wel, dus de reden dat je de ASCAL moet geven, daar moet de gynaecoloog wel kritisch naar kijken. Maar dat was wel een heel debat tussen een aantal ziekenhuizen en de gynaecologen om daar een ei over te leggen. En daar, ook omdat er eigenlijk dus IBD zelf als auto-immuunziekte niet goed is onderzocht. En de ene gynaecoloog zegt ja, maar goed, als het bij die andere ziekte zo is, dan zal het bij IBD ook wel zo zijn. Anders zeggen we ja, maar dan is er dus geen bewijs voor. Dus zo blijf je een beetje bezig. Daarom hebben wij nu gewoon die richtlijn, houdt gynaecoloog ernaast. Want je hebt ook andere risicofactoren. Bijvoorbeeld als je in een eerdere zwangerschap een wat kleine kindje had, wat ook een reden kan zijn om die ASCAL te starten. En die houden ze ernaast en dan samen kijken of we wel of niet ASCAL starten. Wat vragen over medicatie. Je hebt het al kort even aangestipt, maar het zijn hele gerichte vragen. Ik gebruik nu Remsima. Mag ik dit tijdens de zwangerschap doorgebruiken? Dezelfde vraag gaat over medicatie Thio-6 thiopurine. Is dat veilig voor tijdens en na de zwangerschap? Kun je, ik denk dat het wel wat ja-vragen zijn dit. Kun je veilig zwanger worden met het gebruik van Stelara? Ja. Dan is er nog een vraag op de chat Nou, die dat is legt. zeg maar die nieuwe middelen wat ik zei, daar is iets minder literatuur Ja. over. En laatst is er weer een nieuwe case van 400 patiënten gepubliceerd. Dat was goed. Ik heb zelf 8 patiënten met Stelara. Ik heb echt geen enkel probleem gezien. Nee. Dus jij zou het gewoon ook blijven doen op grond van die case study en jouw ervaringen. Ja, en daarnaast is het zo dat die mensen daar vaak niet voor niets op zitten. Dus die hebben Ja. vaak anti-TNF al gehad, waar veel meer gegevens over zijn. En het stoppen, dat neemt vaker. Hè, je overweegt dan. Ik ga dan in gesprek met de patiënt. Ik zeg van, nou ja, goed. En inmiddels neemt die data wel heel erg toe. En wordt het gewoon heel echt als veilig gezien. Maar bespreek ik met die patiënt van, ja, deze medicijnen heb je ook omdat je wat moeilijk, vaak of niet altijd, maar wat moeilijkere ziekte hebt. Je durft voornamelijk niet te stoppen, want dan heb je het risico dat je weer gaat opvlammen. En dan zitten we in grote problemen. Dan kan het best wel lang zijn dat als dat rustig wordt, dan kun je beter zwanger worden met de medicatie dan zonder de medicatie. Ja, oké. Er is nog een vraag over medicatie binnengekomen op de chat. Ik gebruik adalimumab. Klopt het dat dit inderdaad veilig is tijdens een zwangerschap? En in hoeverre kunnen bijwerkingen van dit medicijn worden doorgegeven aan de baby? Nee, die kinderen hebben geen, baby's hebben geen last van die bijwerking. Nee. En adalimumab, klopt hè, dat je dat inderdaad veilig tijdens de zwangerschap, begrijp ik van je. Ja, oké. Dan. Is er nog wel een vraag naar aanleiding van de tabel? En ik denk dat het de tabel is die in onze eigen brochure staat. Dus altijd goed om dat ook even bij te checken. Overigens, voor alle mensen die aanwezig zijn, we checken natuurlijk altijd deze informatie met de artsen. Maar het kan zijn dat we het weer moeten updaten. In de tabel staat bij de JAK-remmers bij zwangerschap en borstvoeding liever niet. Betekent dit dat het wel mogelijk is? Op het moment dat overstap naar andere medicatie niet meer mogelijk is vanwege een hoge kans op opvlamming. En is er van de JAK-remmers hierin nog de beste keus? Met andere welke JAK-remmer begrijp ik hieruit? Ja, dat is een goede vraag, ook een moeilijke. Als je kijkt naar dierstudies, worden JAK-remmers echt afgeraden. En ons protocol staat, hebben wij ook geschreven dat het wordt afgeraden. Ondertussen druppelen wel steeds meer gegevens binnen over zwangerschappen die met JAK-remmers zijn doorgezet. Tot op heden adviseer ik het om niet te doen, maar ga in overleg met je arts. En de literatuur, elke maand komt er wel weer wat nieuws bij. Dus als ik zo'n vraag krijg, dan ga ik het elke keer opnieuw zoeken. Oké. Dan een vraag over borstvoeding. Ik zou graag borstvoeding willen geven. Kan dit wel met de ziekte van Crohn en gebruik van medicatie?
Dat heb je al kort al aangegeven, maar ik neem ze toch even door met je. Hetzelfde geldt denk ik van wat zijn de laatste adviezen in verband met borstvoeding en het krijgen van anti-TNF, bijvoorbeeld infliximab. Nu zeggen ze maximaal 6 maanden in verband met het leverend vaccin. Nou, daar heb ik het al even over gehad inderdaad, over die vraag. Zit hier een marge op? Daarvan zei jij, Ja. ja. Dan ga ik even terug naar de chat, want er komen veel vragen binnen. Dus dat is mooi. Wat is uw ervaring met kinderwens en afwijkende papuitslagen? Dan moet je dat maar even toelichten zo. PAP. Waarschijnlijk door de medicatie gaat die alleen maar achteruit in plaats van verbeteren. Moet ik nu gaan overwegen of ik ga laten ingrijpen? Alleen neemt de kans op vroeggeboorte dan toe. Artsen die ik nu heb gesproken zeggen dat er nog weinig bekend is. Ja, dat klopt. Dat is Kun heel je daar weinig. kun je iets toelichten over wat papuitslagen zijn? En dat denk ik dat dat ook goed is. Ja, pap, dat wil eigenlijk zeggen dat dat onrustige cellen in de baarmoedermond zijn. En dat wordt bijvoorbeeld bij het bevolkingsonderzoek van baarmoederhalskanker, wordt dat onderzocht. Dat is een uitstraakje en dan kijken ze naar die papklassificatie. Maar een volgende papklassificatie tijdens een zwangerschap, dat is inderdaad zeldzaam. En ja, daar kan ik ook geen algemeen advies over geven. Oké. Okay. En nou, je hebt het al eerder in het spreekuur aangegeven over het belang dat de ziekte rustig is. En er is een vraag: welke methoden zijn er om dat te bepalen? Is dat vooral het checken van de ontstekingswaarde? Of moet er echt een coloscopie gedaan worden? Nou, Deze mevrouw heeft colitis. ja, in principe kan een calprotectine volstaan, maar daar kijk ik ook even per casus naar. Kijk, als het al jaren rustig is, dan doe ik gewoon calprotectine en is het rustig. Als het vorig jaar nog actief was of er is enige twijfel, en dat hangt ook gewoon echt van de klachtenpatroon af, ja, dan kun je beter zeker van onzeker een scopie doen. Dat ligt er een beetje aan. Maar in Oké. principe, als je geen klachten hebt al jaren, je hebt een calprotectine wat normaal is, ja, dan zal ik groen licht geven. Ja, oké. Dus het hangt echt even van de periode van remissie eigenlijk af. Daarmee. Ja. Ja. Ja, en Of weet is je, het sommige mensen hebben hetzelfde? dan al net een scopie gehad of een jaar ervoor, of dat Ja. ligt ook gewoon een beetje aan. Ja, nog eventjes terugkomt op die tabel, hè? Want wij hebben staan liever niet om die te gebruiken. Zou je dat stelliger zetten in onze informatievoorziening? Bij die Ja, jakremmers? tuurlijk. Ja. Nee, ik denk dat dat daar nu prima staat. Ja, wij hebben wel inderdaad daar een nee in staan. Maar wat ik Ja. al zei, is dat er wel steeds meer literatuur komt. En soms sta je wel met de rug tegen de muur. In de zin van als het het enige medicijn is wat voor jou werkt. En die jakremmers zijn binnen IVD nog vrij nieuw. Maar binnen de reumatologie al meer bekend. Ja, je moet echt samen in overleg en kijken welk risico je daarin durft te nemen ook. Duidelijk. Dan heb ik nog een paar wat meer algemene vragen. Algemene vragen. Waarom wordt er zo weinig gesproken over de relatie tussen IBD en verlaagde eicelreserve? Is het mogelijk hier nog wat extra informatie over te geven? Ja. Nou, dat is ook een die ik zelf even moest opzoeken. Oké. Ja, dat komt omdat er gewoon heel weinig literatuur over is. Ik heb even een studie erbij gezocht, waarbij ze eigenlijk een soort overzicht hebben gemaakt van de huidige literatuur tot nu toe, de huidige studies. En daar zijn iets meer dan 2000 patiënten zitten daarin. En wat ze dan eigenlijk ook heel erg zeggen, is dat de studies heel klein zijn en van slechte kwaliteit, dat je daarom eigenlijk niet een hele goede uitspraak kan doen. Als ze dan een uitspraak kunnen proberen te doen, dan hebben ze het in verschillende categorieën gedaan. Ze zeggen weer patiënten onder de 30 hebben eigenlijk geen verschil vergeleken met de normale populatie in reservecapaciteit. Daarboven zagen ze een iets verlaging. Maar ze zagen eigenlijk met name
in rust of vaarwater dat het eigenlijk, laten zeggen dat het eigenlijk weer goed is, maar bij actieve ziekte dat dat wel een iets verminderde voorraad was. Maar ik Oké. vind wel, het is allemaal suggestie, het is allemaal niet heel hard. Dus dat is moeilijk echt een goede uitspraak over te doen. Dat is denk Ja. ik de beste conclusie. En is dit een recente studie, Marijn, of is dit sowieso een terrein waar nog veel onderzoeksresultaten op te verwachten zijn de komende tijd? Of is dat lastig Nou, te te zeggen? verwachten weet ik niet. Ik denk niet, er wordt gewoon weinig onderzoek, denk ik, naar gedaan, als ik eerlijk ben. Oké, okay. Ja. Nou, Het was wel een recente studie, 2022. ja, oké. Okay. Nou goed, ik hoop dat de vraagsteller enigszins mee geholpen is. Ja, ik vind het ook lastig, hè, want dat een vraag die ik zelf ook heb en heel veel krijg is van, hoe beïnvloeden hormonen mijn ziekteactiviteit? Ook daar is gewoon Ja. heel weinig literatuur over. Maar wel interessant. Nou, mochten er nog andere vragen zijn, dan stel ze gerust in de chat. Ik heb nog een vraag over. Nou, eigenlijk is je al een beetje aan bod gekomen, maar het is toch misschien goed om dat nog een keer aan de orde te laten komen. Hoe komt dat de ziekte vaak heel rustig is tijdens de zwangerschap en na de bevalling het vaak heel snel terug last geeft, terwijl medicatie gewoon wordt doorgenomen? Heeft dat inderdaad te maken met de hormonen? En is hier onderzoek naar gedaan? Ja, ja deze algemene stelling kun je eigenlijk niet zo zeggen, want dat geldt namelijk niet voor colitis Oké. ulcerosa. Het kan alleen, hè, wat voor Crohn is, voelen vrouwen zich wat beter en wat maakt dat ze die opvlammingsrisico's toch weer die hormoonshift daarna. Maar er is ook wel literatuur over dat als mensen goed ingesteld zijn vooraf, eigenlijk ze 5 jaar na de bevalling minder opvlammingen hebben dan een controlegroep die niet zwanger is geworden. Dus ja, dat kun je eigenlijk niet zo stellen. Nee, oké. Als het goed is, zijn alle vragen aan bod gekomen die vooraf zijn gesteld en in de chat. Dus als er nog mensen zijn die een vraag willen stellen of zeggen van, nou, dat antwoord heb ik gemist omdat die vraag onvoldoende is gesteld, hoor ik het ook graag. Dus daar wil ik graag even de ruimte voor geven. Even meer in algemene zin. Ik ga het proberen samen te vatten. En dan denk ik dat je daar wat op gaat wijzigen wellicht. Maar eigenlijk geef je aan van het meest niet het meest belangrijke. Het is belangrijk dat je, als je zwanger wil worden, minimaal 6 maanden in remissie bent. Dat je in principe de medicijnen door kunt slikken. Zeker de. Laat zeggen de oudere groepen. Van de nieuwe groepen is dat wat minder bekend. Bijvoorbeeld de JAK-remmers. Dat zie ik als twee belangrijke conclusies. Zijn er nog andere dingen die je op basis van de vragen die zijn binnengekomen samen zou willen vatten? Nou, wat ik met name eigenlijk nog, wat we niet hebben besproken, maar wat wel een heel belangrijk onderdeel van het zwanger worden is, toch het stukje seksualiteit, wat te weinig besproken is, wordt in de spreekkamer. En daar maak ik mezelf ook wel schuldig aan, omdat nou ja, de tijd beperkt is en je zoveel andere dingen al bespreekt, dat dat soms een ondergeschoven iets is, maar wel van heel erg belang. Wat we zien is dat er toch steeds wordt gepubliceerd dat mensen met IBD minder kinderen hebben. En dat komt deels ook een soort van angst op de vermoeidheid of, deel, of angst om toch de ziekte door te geven. En ik denk, ik hoop dat we met deze, we hebben uitgelegd dat die risico's op zich klein zijn, maar ook zit er een stukje als je vaak ziek bent, kun je wat negatiever zelfbeeld hebben en ook minder aantrekkelijk voelen en minder zin in vrije hebben. En dat speelt daar ook een rol in mee. Ik hoor je niet meer, Menne. Even. Excuus. Het is ook iets wat teruggekomen is tijdens onze IBD-dagen. Een van de sprekers was daar een verpleegkundig specialist.
Die zei, daar moeten we toch wat meer aandacht aan gaan besteden. Hè, zij gaf aan dat dat goed besproken is binnen hun team. Dat de verpleegkundespecialist vaak deze vraag of dit onderwerp aanpakt. Ondertussen zijn er nog twee andere vragen binnengekomen. Tijdens mijn vorige zwangerschap heb ik zwangerschapsdiabetes en HELP gehad. Bestaat er een verband tussen colitis en zwangerschapsdiabetes of HELP? En HELP is met een dubbel L. Misschien Ja. moet je even toelichten wat dat is. Nou, HELP is eigenlijk, dat staat voor High Elevated Liver Enzyme with Pregnancy. Dat is een soort zwangerschapsvergiftiging. Voorstadium is pre-eclampsie. Ook dat heb ik wel eens inderdaad opgezocht van bestaat er een verband tussen IBD en HELP. Er is heel weinig literatuur over, mogelijk iets verhoogd. Maar als ik zelf kijk, ik heb nu dus 7 jaar deze poli doe ik, waarbij ik 40 patiënten per jaar zie en ik heb er 1 keer gezien. Dus die kansen zijn gewoon klein en die diabetes is verder niet gerelateerd. Nee, oké. Dus, een andere vraag is: mijn IBD-arts zei dat ik met mijn colitis wat meer kans heb op opvlamming na de zwangerschap. Wat kan ik dan het beste doen na de zwangerschap? Doorgaan met de huidige medicatie of juist ophogen, interval verkorten? Als extra voorzorg. Ik spuit nu 1 keer in de 3 weken infliximab. Nou, ja, het risico zit ook wel in de zwangerschap, maar ook wel daarna. Het belangrijke is dus dat je vooraf goed rustig bent. En eigenlijk ga je niet preventief allemaal medicatie ophogen. Het is superbelangrijk dat je het weet en dat je er bewust van bent. Dus zodra je klachten hebt, dat je je snel meldt. En dat je het dan kan aangrijpen. Maar de grootste kans is nog steeds dat je geen opvlamming krijgt. Dus we verhogen niet preventief die medicatie. Duidelijk. En we Volgens doen nu mij. in de Ja? hackathon-studie waar we nu mee Ja? bezig zijn, ook, zijn we ook alle risicofactoren op een rijtje aan het zetten en een soort correlatiemodel aan het bouwen van kunnen we nou nog risicofactoren op die opvlamming vinden? En dat is een studie die nu nog loopt. En wanneer verwachten jullie daar resultaten van? Nou, ik hoop eigenlijk op de ICC-dag daar wat van te kunnen presenteren. Dat is in Dat, september. ja, in september. Nou, mocht daar inderdaad hele relevante. Er komt sowieso relevante informatie uit, maar ook relevant voor onze leden en ook mensen die niet lid zijn. Dan delen we dat graag ook op onze website of in een artikel, zodat jullie daar ook van op de hoogte zijn. Ik zie dat er verder geen vragen meer zijn. Dan wil ik eigenlijk allereerst Marijn enorm danken voor het beantwoorden van de vragen, maar ook zelfs soms het antwoord even opzoeken, omdat die vraag zo specifiek was. Dank voor de hele goede voorbereiding. Dank voor iedereen die de vraag heeft ingestuurd. Ik wil Cindy bedanken op de achtergrond voor alle technische ondersteuning, maar ook even ons te wijzen op de brochure van medicijnen, waar meer staat over. Medicijnen bij zwangerschap, maar ook allerlei andere informatie over medicijnen. Die folder kunt u schriftelijk bestellen, maar die is ook online te zien. Dus in dat licht zou ik in eerste instantie even onze website raadplegen. Ik wens jullie allemaal een prettige avond. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. En nou, mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust. Weet ook dat wij besloten Facebookgroepen hebben, waar je soms ook een vraag kan stellen die speelt. Nogmaals. Marijn, veel dank. Cindy, veel dank. En ik wens jullie allemaal een prettige avond. Ja, jullie bedankt en ook voor de leuke vragen, want ik vind het altijd, brengt altijd wel weer op ideeën. Dus, Ja, en ik zie dat je ze goed beantwoord hebt, want iedereen dankt je hartelijk. En ik heb er zeker iets aan gehad en is het heel leerzaam. Dus nogmaals, super. nou, dat is fijn te horen. Fijne avond nog.